Goedemorgen! Vandaag is de dag van carnaval. Het is vandaag zondag 19 februari. En vandaag is de Grand Marcha, dus dat is de grote carnavalsparade op Curaçao. En we gaan natuurlijk kijken. We hebben een plekje bij een stand. En ja, ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat zijn. We hebben, ik zal het even laten zien, allemaal leuke versiersels gehaald gisteren. Plaktattoos, glitter dingen voor op ons gezicht, wimperlijm om dit spul vast te krijgen, slingertjes, bandana's, nog meer tierenlantijnen, van die kralen die je in je haar kan maken. Heel benieuwd hoe dat gaat werken. Dus ja, we gaan ons even omtoveren. Oké, ik ga even mijn make-up doen. Dit is de before. Oké, dit is de after. Mijn make-up zit erop. En straks ga ik natuurlijk nog die dingen opplakken. Maar ik ga eerst even mijn haar doen. Oké, we hebben de shirts aan. Woep woep. En Iris is al begonnen met het haar. Nou, ik vind het best wel vet hoor. Dit is een heel handig ding. Maar hoe pak je dit? Leg het uit. Ja, daar ben ik wel even mee bezig. Oké, je doet de kraal erop. Ja. Even kijken. Paars. Die doe je erop. Dus je draait het, dan gaat het makkelijk door dat gaatje. Ik heb heel dik haar, dus dat moet ik wel even heel vaak draaien. Ja, zo tot aan boven. En dan trek je zo de kraal er doorheen. Nou, geniaal. Helemaal leuk. Leuk, hè? Oké, ik wil het dus eigenlijk dat dit zeg maar los blijft. En dat ik dan hier een soort van die kralen doe. Volgende is omhoog trouwens. Maar we moeten even kijken hoe ik dat nou ga aanpakken. Nou, de glitter zit erop. Het haar is gedaan. Slinger hangt om. We hebben allemaal plaktattoos. En nu gaan we ons ready maken. Ik zie hier een beetje een chaosje met alle knutselspulletjes. We gaan even eten meenemen. Tijn heeft ook een leuke haarstijl. Leuke kraaltjes. Heel leuk. Bij jou blijft het ook gewoon zitten door die krullen, echt zo. Ja. Hier, ben jij helemaal klaar voor? Ja. Woehoe! Look at you. Ik heb mijn nagels nog even gelakt. Helemaal ready. We zijn onderweg. Oh, kijk, wat is dit? Een kwal? Oh nee. Een kwal? Kijk, op de weg. Nee, oh, in de lucht. Oh. Hij is echt wild. Jongens, we zijn onderweg. We hebben er zoveel zin in. We weten eigenlijk natuurlijk alle drie helemaal niet wat ze kunnen verwachten. Want het is de eerste keer voor ons allemaal. Maar ja, volgens mij wordt het één groot feest. Het is al helemaal een soort van legio op de straat bij ons in de buurt. Iedereen is gewoon aan de party. Het is echt een beetje het feest van het jaar. Dus ja, we gaan het zien. We nemen jullie mee. Nou, we zijn aangekomen in het gedeelte waar de carnaval gaat plaatsvinden. We staan nu langs een weg. Geparkeerd en nu moet ik even een kwartiertje lopen. Dus, en we hebben nog niemand gezien die verkleed is, dus we stelen echt de show langs. Ja, we voelen ons een beetje overdressed, maar misschien kunnen we wel meelopen. Plek niet drukken. Ja, precies. Thank you.
Nee, ik moest niet zingen. Van de carnaval. Oh, even de me-time, de us-time pakken. We zitten lekker op de porch de bachelorette te kijken. Ja. Helemaal chillen. Zen. Oh, heerlijk. Nou, we hebben onszelf helemaal overtroffen, Iris en ik. We hebben gevulde paprika's gemaakt. Ik ben echt trots op ons. Ja? Ja, toch? We gaan nu in de oven. En dat er wel eigenlijk bijna wat koken. Echt zo. Wij hebben allebei mannen die houden van koken. Geweldig. Ja. Maar ons voor je niet klagen. Wel. Op zijn tijd moeten wij dat ook af en toe doen. Dus dat, ja. Nu hebben wij onze taak weer volbracht. Nou, het is uit de oven. Ben je trots op onze kookkunsten? Ja, nu moet het nog smaken natuurlijk. Het lekker gedoucht. Nu kunnen we lekker eten. Oh,